Vrienden en fans, welkom terug bij Truck & Logistics Simulator. Nou, ben je nou nieuw hier aan het kijken? Hartstikke leuk. Mijn naam is Valentino en welkom op mijn Let's Play kanaal. Ik zet elke dag heel vroeg op TikTok wat ik ga spelen. Dus als je daar benieuwd naar bent, volg me dan eventjes daar. En daarna zie ik je heel graag elke zondag hier op YouTube in mijn livestream om 6:30. Nou, ik heb in de vorige aflevering de duurste truck van het spel gekocht. Laten we gewoon lekker naar de intro gaan en dan gaan we lekker verder. Heel veel kijkplezier. Yes! Welkom weer bij een nieuwe video. Wat leuk dat je weer kijkt. We gaan lekker verder. Ja, nogmaals, de duurste truck. Ik heb hem gekocht voor, wat was het ook weer? 114.000. We hebben wat opdrachtjes gedaan. We zitten op bijna 30.000 euro'tjes. Kunnen we dan iets nieuws kopen of zullen we nog een opdrachtje doen met deze mooie truck? Nou, ik ben eventjes aan het kijken bij de auto's. Want we hebben namelijk nog geen één auto gekocht in het spel. Dat komt namelijk omdat ik gewoon, ja, ik was gewoon heel geïnteresseerd in de trucks en de panel vans en de minivans en de pickups. Maar de auto's zijn ook heel duur. Ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. Nou ja, deze valt mee. Deze is 43. We zitten nu op 30.000. Misschien dat we met onze duurste trucks eventjes een mooie klus kunnen doen. En misschien dat we dan wel deze auto kunnen kopen. Wie zal het zeggen? Beste mensen, daar staan we dan in onze mooie duurste truck van de game. We gaan eventjes een opdrachtje zoeken. En dat ga ik doen op het bouwterrein. Waarom? We kunnen daar heel veel geld verdienen. Althans, dat was de vorige keer ook zo. Laten we gewoon eens eventjes gaan starten. Yes, en dan gaan we naar zijn 1. En dan gaan we eens eventjes... Oh god, wat... Ik heb weer eventjes ATS gespeeld. En elke keer als ik van ATS naar deze game kom, moet ik heel erg wedden aan hoe deze auto's rijden. Want ze voelen heel licht aan. Nou, we mogen weer gaan rijden. En dan ben ik toch wel benieuwd naar die opdrachten. Want als het een beetje mee... Wat is dit nou weer? Oh god, ben ik het weer... Oh, ik rij weer niet goed, jongens. Het is weer zover. Ik ben er alweer voorbij gereden. Kijk, hier zo moet ik erin. Ik had heel veel geluk met dat bochie. Mooi. Ja, ik ben een beetje aan het hopen dat we hier zo'n hele goede opdracht kunnen vinden. Zodat we een autootje kunnen kopen. Ik denk dat dat wel een leuk doel is. Eens even kijken. Nou, voordat ik een opdracht ga uitkiezen, wil ik natuurlijk weer iedereen bedanken die de vorige video hebben geliked en gekeken. Dank je wel daarvoor. Nou, ik ben even aan het looken. Oftewel, ik ben even aan het kijken. Ik zie er eentje van 14,5. Nou, dat wil ik niet. Ik wil deze. 15.000 euro. We moeten er wel eventjes wat voor doen, zo te zien. Maar dat is hartstikke leuk, want dat hebben we nog niet gedaan. Met deze combo althans. Laten we deze gaan accepteren en dan gaan we lekker rijden. Welkom! We gaan lekker beginnen met deze transportopdracht. Ik zit in de wiellader. En we moeten eventjes 10 rocks gaan laden in die trailer. Ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Waarom? Onze nieuwste truck is zwaar. Maar deze lading wordt ook heel zwaar. En ik ben benieuwd of die truck dan eindelijk zwaar gaat aanvoelen. Of dat hij nog steeds licht aanvoelt. Nou, ik ga erin. Ik zet hem aan. Yes. En dan moet ik mijn controller erbij pakken. Want anders kan ik dit ding niet normaal besturen. Oké, koppeling. Oké, hij valt niet meteen uit. Dat is al positief. Nou, eens even kijken of dit wil. Ja. En even kijken, hoe moet ik dit doen? Hoe werkte dit ook alweer? Oh ja, met de muis. Ja, hoeveel heb ik erin zitten? Oh, ik heb er 3. Dus ik moet er nog wel een paar. Nou, dan moet ik eventjes heel rustig achteruit rijden. Want ik wil natuurlijk niet dat ze eruit vallen. Ja, dan gaan we weer rustig vooruit. En zo. En dan gaan wij lossen. Gaat... Ah, dat ga je niet menen, dit. Ah, dan valt hij er nou overheen? Dat meen je niet. Ah, wat zonde. Oké, nou, dan gaan we het nog een keertje proberen. Kom op, ga eruit. Ja, dit verdient wel een update, jongens. Dat het eventjes ietsjes makkelijker gaat. Wat jongen, jongen, jongen. Wat is dit weer een gedoe? Kom op, ga eruit. Ketta, hij wil gewoon niet eruit. Ook eindelijk, daar gaat hij. We kunnen dit trouwens ook skippen. Ik weet niet of dat nieuw is. Maar ik wil dat eigenlijk niet doen. Want ik ben anders bang dat ik minder geld verdien. Dit is wel echt irritant om te besturen, hoor, dit.
wat ik moet met de controller en met mijn muis en met het stuur. Oké, zit hij nou recht? Nee. Ik kan dat ook allemaal trouwens gewoon met de muis doen. Laat ik dat gewoon proberen. Nou, we gaan er vol in rijden. Zoveel mogelijk steen moet ik hebben. Ja, omhoog. Kijk. Oh, nee. Omhoog. Als dit nou zou lukken, dat zou echt top zijn. We gaan nou naar achteren. Even lampjes aan. Dat is wel leuk. En dan... Snap je nou wat ik bedoel met zeg maar dat ze licht aan... Kijk dan ook hoe die zeg maar zo heen en weer gaat. Dat is toch niet normaal voor een wiellader? Oké. Nou, ik zit er niet helemaal recht boven, maar misschien dat ik hem wel... Godzijdank voor dat. Waarom rijdt hij vooruit? Ja, eraf. Ah, we zitten op de 11. Eventjes iets hoger. Nou, ik zit al op zijn hoogst. Jongens, dit is zo vervelend. Echt waar. Nou, dit moeten ze echt fixen. Dit moet echt op een andere manier gedaan worden, die controls. Want jongen. Nou, ik ga hem weer eventjes laten zakken. Zo. En dan gaan we door met de volgende lading. Ga ik weer vol erin. En dan pakken we weer eventjes wat op. Is dit genoeg? Nou, ik heb opdrachten gedaan voor meer en veel minder werk. Maar het is wel leuk om even af en toe te doen. De opdracht waarmee ik het meeste heb verdiend, dat was geloof ik een zo'n wiellader vervoeren. Ik had er geloof ik 17.000 euro voor gehad. Maar ja, dat was letterlijk de wiellader erop rijden. Rijden naar je eindbestemming en klaar. En daar heb ik ook die 100.000 mee verdiend met zulke opdrachten. Kijk, we hebben alles in plaats. En dan mogen we nu cargo's in place move back to... Oké, hij staat uit. Dat is niet de bedoeling. We gaan nu even wegrijden. Align en test trailer. Kijk, mooi. Volgende fase. Ja, maar wat ik nou wil zeggen. Ik had dus die 100.000 verdiend met dat soort opdrachten. Allemaal van die wielladers vervoeren en zo. Dat verdient gewoon heel lekker. We gaan hem even deze starten. En dan gaan we hem koppelen. Hij staat wel een beetje raar, of niet? Hij staat een beetje schuin. Of lijkt dat zo? Nee, hij staat wel schuin. Gaat dat lukken? Nou, ik heb er zoals altijd gewoon vertrouwen in. Dit gaat gewoon goed komen. Niks aan de hand. Zet even mijn lampjes aan. Ik heb hem trouwens op heel vroeg gezet. Hij staat geloof ik op 6 uur 's ochtends of zo. Nou ja, het zal niet meer 6 uur 's ochtends zijn, maar... Zit hij eraan? Ja, daar gaat hij. Kijk, mooi. Mooie combinatie. Nou, alles is bevestigd. En we mogen gaan rijden. Ja, dat voelt wel anders aan. Maar ja, dat is ook logisch natuurlijk. Maar alsnog, het voelt wel iets... Laat ik het zo zeggen, deze truck voelt het beste aan van allemaal. Laat ik het op die manier zeggen. Ik ga toch even kijken voordat ik mezelf weer verongeluk. En dan moeten we nog eventjes kijken. Ik heb helemaal niet op gelet hoe ver we moesten. 8 kilometer. We gaan hier zo naar links. Dat deed ik niet heel netjes. Maar goed, niemand heeft daar last van gehad. Een leuk bochtje hier. En dan gaan wij weer naar links. Kijk, mooi. We kunnen hier zo meteen doorrijden. Dan ga ik hier zo weer naar links. Blijf maar op groen. Dat scheelt weer een hoop. Hoe zit het trouwens met onze benzine dan? Oh, dat is prima. Niks aan de hand. En dan gaan wij op de snelweg terechtkomen. En dan kunnen we hopelijk lekker doorkarren. Oh. Moet even wachten. Ja, ik zie het al. Zie je dat? Dat was het ongeluk weer geweest. Moet toch opletten hier. En dan gaan we hier zo meteen weer af. En als het goed is, zie ik dat het 10:30 is. Ja, de tijd gaat best wel snel al, heb je hem op het langzaam staan. Kan dat? Oeh, ik vind het altijd zo eng om... je weet maar nooit, want ze komen echt als een gek aanrijden. Ze rijden gewoon door, ze rijden gewoon tegen jou. Nou, en dan is dit de combi waarmee we rijden. Het is wel leuk om eventjes te laten zien. Ja, dat ziet er goed uit. Het is alleen altijd heel vervelend dat je niet normaal kan rijden als je in deze view zit van de camera. Nou, we mogen hier 130. Laten we gewoon lekker doorkarren. Volgens mij, ja, ik wil net zeggen, ik heb 8 versnellingen. Oh, dat ga ik weer bijna mis. Daar ging het de vorige keer mis met het ongeluk. Toen reed ik gewoon te hard. En toen ging het de slip in. En dat vind ik wel realistisch aan deze sim. Als je te hard rijdt en je stuurt zeg maar te scherp...
dan gaat hij ook echt heel langzaam slingeren totdat je uit de bocht vliegt. Dat vind ik wel heel realistisch aan deze sim. Nou, we zitten nu op de helft van ons transport. En het gaat vooralsnog gewoon goed. Ik weet niet waar we precies moeten gaan afleiden. Nou ja, op een bouwplaats natuurlijk. Oh, kijk, daar gaat hij. Zie je? Dat bedoel ik. Je moet echt opletten met deze truck. Echt, het voelt wel heel... Ja, je moet echt opletten. Want als je ook maar ietsjes te hard gaat door de bocht, dan zegt hij al doei. Dan ga je gewoon. Nou, zo te zien gaan we weer richting de stad. Maar we zijn er nog niet. We moeten nog... Het is allemaal weer zo klein, jongens. 2,6 of zo? Moet echt een vergrootglas hebben. Nou, we mogen hier 100. Ik ga te hard. Dus laat ik eventjes gas loslaten. Want ik heb geen zin in boetes. Want volgens mij staan daar flitspaaltjes. Nou, het maakt ook niet uit, want we gaan hier zo af. We gaan hier zo eventjes richting aangeven. Dan gaan we hier af. Ga ik even terugschakelen. En dan gaan we hier zo naar rechts. Even kijken of dat wil. Ja, ik mis wel die twee extra spiegeltjes wat ik heb bij... bij ATS heb ik... boven dit heb ik ook van die spiegeltjes. En ik rijd volgens mij verkeerd. Oh god, wat heb ik nou weer gedaan? Ja, ik ben weer niet aan het opletten. Nou, ik heb eventjes gekeerd. We moeten hier zo heen. Juist, en dan krijgen we weer die leuke... Die leuke haarspeldbochtjes. Dat is altijd leuk. Vooral met deze truc. Daar gaan we. Ja, dat is ook altijd spannend als je dan weer zo'n tegenligger tegenkomt. Moet je hopen dat je daar niet tegenaan botst. Maar ja, het blijft wel leuk, deze bochtjes. Ik bedoel, het is leuker als zo'n zo'n saaie weg wat alleen maar rechtdoor gaat. Laat me trouwens even in de comments weten als je zelf aan het spelen bent en hoeveel geld je op dit moment staat. Dat is ook wel leuk. Of welk voertuig je al hebt gekocht of welke je wil kopen. Want ik ben daar altijd benieuwd naar. Nou, eens even kijken. Nog een kilometertje. Volgens mij. En dan kunnen we gaan inparkeren. Vooralsnog heb ik geen updates gezien. Althans, niet op Steam. Of zo. Dus ja, dat is wel weer jammer. Elke keer dan hoop ik van... Oh, ik hoop dat ze het hebben geüpdate. Maar nee, het is weer niet het geval. Jeetje, wat is dit voor een spaghettiweg, joh? Wat is dit? Ik vind het wel een rare plek voor een... Zijn we hier al geweest? Want het is hier bijna. Zo raar of niet? Helemaal hier zo boven in de bergen. We gaan hier trouwens naar rechts. Wat ga jij doen? Even terug... Ik wou zeggen terugschakelen, maar ik schakelde op. Oké, hier zo is het. Nou, waar mag dat staan? Oh, wacht. Het is daar zo. Willen ze hem dan achteruit... Ja, want we moeten hem... Oh ja, we moeten hem ook liften. Zie je dat? Hydraulics. Dus we moeten ook die steden er nog uit laten vallen. Ik sta helemaal klaar. We gaan naar achter rijden rustig. En dan gaan we hem liften. Oftewel, ja, wat ik net zei. Zo. Yes. En dan eventjes kijken. Hoe werkt dat ook alweer? Juist. Nou, daar komen ze. Gaat dit werken? Kijk, daar gaan ze. Yes, het is gelukt. Nou, het is allemaal prima gegaan. Loading bonus, parking bonus. 8,6 kilometer gereden. 15.000 euro's. En we zitten daarmee op 45.000 euro. En dat betekent, dames en heren, dat we een autootje kunnen kopen. Wat leuk. En toen, dames en heren, was ik in de garage, want we gaan namelijk dit autootje kopen. 44.000 euro kost die, 280 pk, dus dat wil wel. Hij heeft voorwielaandrijving. Deze die trekt volgens mij heel snel op, wat ik me kan herinneren met het inladen van de auto's, met de trucks. Dus daar gaan we. Purchase vehicle. Dit gaat pijn doen. Auw, 1200 over. Nou, we gaan hem natuurlijk eventjes aanpassen. Wat is dit dan? Purchase comfort equipment. Oh, wacht eventjes. Your money, continue. Dit wil ik ook nog een keer proberen. Dat comfort equipment. Dus als we geld hebben, dan gaan we dat ook een keer doen. We gaan hem eventjes een ander kleurtje geven. Wat doen we? Ik vind dit altijd zo'n mooie kleur. Dat is echt mijn lievelingskleur. Maar ik denk dat ik hem dan iets donkerder pak. Dat ik hem
Ja, dit vind ik ook wel gaaf, deze kleur. Laten we dit doen. Nou, de rest laat ik natuurlijk allemaal standaard, behalve de ramen. Die doe ik helemaal donker deze keer. Dat staat ook wel heel gaaf. Doe ik apply en dan doen we even kijken ook natuurlijk weer de Xenon-verlichting. En dan hebben we denk ik een heel mooi autootje. En dan staat hij ineens voor onze neus. Gekocht en wel. Geen huur, geen lease. Helemaal van ons alleen. Nou, laten we eens even kijken naar die lampjes. Kijk, dat ziet er hartstikke leuk uit. Dat ziet er gewoon... Ja, het is wel een mooi autootje. Het is geen lelijke auto, dit. Nou, dan gaan we eventjes de binnenkant bekijken. Dat heb ik nog niet eens gedaan. Het ziet er wel... Oké, dit is de mooiste auto die ik tot nu toe heb gezien, denk ik. Van binnen. Schermpje is ook goed. Nou, het is wel weer een beetje klein, of niet? Ja, het is weer klein. Maar het ziet er wel gewoon gelikt uit, toch? Het ziet er netjes uit. En toen was ik eventjes gefast-traveled naar een punt waar ik een opdracht wil gaan doen. Ik ga voor blauw. Dus we gaan eens eventjes kijken hoe dit ding überhaupt rijdt. Dat klinkt prima. We gaan naar zijn 1. En dan is het altijd eventjes heel erg wennen. Nou, ik ben aan het rijden. We gaan eventjes naar dat punt toe. Waar is dat? Dat is hier zo. Ja, hij is heel snel. Heel snel. Nou, we hebben wat keuzes die we kunnen doen. Ja, eigenlijk niet. We kunnen alleen maar een caravan doen. Laten we dat gewoon doen. We gaan eventjes kijken. 7,3, 7,4, 8000. Laten we gewoon deze doen. Nou, we gaan hem starten. Beetje gas. Kijk, dat ging al een heel stuk soepeler. En dan gaan we koppelen. We gaan er achteruit. Kijk, dat is wel heel fijn. Dat schermpje zo. Gaan we even kijken of ik hem daar recht achter kan krijgen. Netjes. Dat is volgens mij prima. Hij wordt gekoppeld. Staat die motor uit? Het is weer zover, jongens. Ja, dit is weer even wennen. Dit is weer eventjes wennen. Daar is er 1. Rustig gas. Koppeling heel rustig los. En dan gaan wij lekker onderweg. Ik weet niet wat die routeplanner in godsnaam aan het doen is. Maar die gaat de hele tijd veranderen. Wat is dit nou weer? Oké, nou, we gaan wel eventjes draaien hier. Jeetje, jongens, wat is dit wennen, zeg. Zo laag ook. We zijn natuurlijk die... ik ben die truck gewoon heel erg gewend. We gaan eventjes remmen. En dat doe ik hier, zodat ik nog het groene licht kan zien. Ja, hij is heel snel. En nogmaals, zit hij heel laag. Kijk dan. Dit is vol gas. Nou, dat wil wel. Ik wil toch een keertje vol gas knallen straks. Als ik die caravan heb afgetakeld. Of hoe je dat ook wil noemen. Als ik hem heb afgeleverd. Ja, we kunnen meteen door. Dat is mooi. Oh, ik ga iets te hard. Maar dat ging goed. Dan gaan we hier zo naar links. Zullen we eens gewoon gaan planken? Een keer. Ik word daar wel misselijk van, denk ik. Maar ik vind het wel leuk. Zullen we het eens doen? Gewoon vol gas planken de hele tijd. Dat is ook wel leuk, toch? Het is een spel, kom op. Laten we het gewoon één keer doen. Als ik misselijk word, dan stop ik. Ik rij nu vol gas. Ik ga gewoon vol gas nu. Eens even kijken hoe hard dat in kan. Even testen wat we doen. Gassen. Oh, dat ding is zo moeilijk om te besturen als hij heel hard gaat. Moet heel erg oppassen. Ja, dit gaat niet. Ik vlieg de bocht uit als ik zo hard ga. Dit moet je echt op een recht stuk doen. En mijn hoofd vindt het echt niet fijn wat ik nu aan het doen ben. We gaan geflitst worden, 100%. Oké, ik ga nog één keer proberen. Nee, er komt een bochtje aan. Oh, en onze benzinemeter begint te zeuren. Dus dat betekent, dames en heren, dat we eventjes naar een tankstation moeten. Anders dan hebben we een probleem. Ik weet niet eens wat er dan gebeurt. Als je zonder benzine komt te staan. Ik ga in ieder geval wel gewoon even doorplanken. Ja, dat doet hij wel. Oh, dit is zo eng. Ja, we hebben hier ook helemaal geen tankstation. Oh, meneer, ga alsjeblieft niet naar links. Dankjewel. Heb ik nog een versnelling? Kijk hoe hard ik ga. Oh, ik moet echt zo voorzichtig sturen nu.
Ja, ik begin misselijk te worden. Ik hou hiermee op. Dit is niet goed voor mijn hoofd. Dit vindt mijn hoofd echt niet fijn. Wat gebeurt er nou? De motor stond helemaal uit, of niet? Wat gebeurt er met dat gekke ding? Ja, dat is niet goed wat er nu allemaal gebeurt. Hé, we hebben een tankstation. Dat is mooi. Daar gaan we gelijk gebruik van maken. Ja, we gaan hier zo heen. Even kijken. Yes, mooi. Nee, dat moet ik niet doen. Daar word ik echt niet goed van. Als ik zo snel ga. Nou, helemaal niet met dit soort, met deze auto. Omdat die zo dit doet de hele tijd. Dat word ik helemaal gek. Nou, zit helemaal vol. 94 eurotjes. 1, gas. En we gaan weer op weg. Hoe ver moeten we nog? Nog 2 kilometer. Ja, dat ging behoorlijk snel. We hebben natuurlijk ook lopen plank als een idioot. Kunnen we rijden? Ja, we mogen. Ja, dat optrekken is wel leuk. Maar op het moment dat ik zeg maar heel lang zo snel ga, dan deed ik mijn hoofd... niet doen. Want dan ga ik je misselijk maken. Nou, we gaan hier zo af. En dan mogen we hier zo meteen 50 zo zien. Dus ik ga nu te hard. Want we komen nu in de stad volgens mij ergens. En nu mogen we weer 100. Apart. Nou, dan krijg ik hier allemaal gekonkel. We moeten even opletten hier. We gaan hier namelijk naar rechts. Jeetje, jongens. Wat gebeurt daar, joh? Ja, ik zeg dat al heel vaak. Maar ik hoop echt dat ze dat updaten, hoor. Dat gestuiter en dat gedoe allemaal. Zet gewoon gewicht in die voertuigen. Dat ze gewoon niet de hele tijd op en neer gaan. Je wordt helemaal gek daarvan. Naar rechts. Even stoppen. Even wachten. Ja, we mogen weer. We gaan hier eventjes... Juist, dan gaan we daar zo weer. En dan mogen we natuurlijk weer gaan wachten. Het is weer zover. Nou, mocht eindelijk weer rijden. En dan gaan we even kijken. Dan gaan we hier ook naar rechts. Geen stoplicht, even opletten. En dan is het... Ja, nog 0,4. Dus dat zou hier dan ergens moeten zijn. We gaan hier naar rechts. We hebben wel snel gedaan, dat ritje met die snelheden. Maar ja, wat ik al zei. Als ik hem zo meteen heb afgeleverd, wil ik toch een keer vol gas wegrijden. Gewoon even kijken hoe snel dat ding nou is. Ik ben er gewoon benieuwd naar. Waar is het dan? Oh, wacht. Volgens mij hebben we het al een keertje afgeleverd hier. Even goed kijken. Park vehicle. Ja, dat weet ik. Ja, het is net zoals met die vrachtwagen toen, volgens mij. Of wat was het? Pick-up of zo? Nee, het was een vrachtwagen hier. 1, 2. Yes, perfecto. Nou, we hebben 7,3 kilometer gereden. 54 litertjes benzine. Cargo damage 0%. Dat is altijd goed. En we hebben 7900 euro'tjes verdiend. Dus we zitten nu op 9100 euro. Nou, zoals beloofd ga ik even vol gas knallen. Normaal sluit ik de video af, maar dat gaan we nu dus eventjes niet doen. Want ik wil gewoon weten hoeveel power dat ding echt heeft. Dus we gaan eventjes rustig wegrijden. Hebben we hier een... Dit is de perfecte plek om het te doen ook. Ja, we gaan eventjes gewoon gek doen. Welke pakken we? Deze weg of... Ja, ze zijn allebei wel geschikt, of niet? Laten we deze doen. Dus ik ga hier even stilstaan. Even kijken of dit goed gaat. Yes, stoppen. Gas. En dan gaan we. Ja, dat valt me eigenlijk wel tegen. Ik had verwacht dat hij sneller zou gaan. Ja, dit viel me tegen. Hij gaat wel, maar ik had hem sneller verwacht. Beste mensen, en hier sluit ik hem af voor vandaag. Nou, wat vond ik ervan? Ik vond het weer hartstikke leuk. Nogmaals, mensen, developers, zet alsjeblieft gewicht in die voertuigen, want het is nodig. Ik vond het natuurlijk ook heel leuk dat we een nieuwe auto hebben kunnen kopen. Eerste auto van de game eigenlijk die we echt gekocht hebben in plaats van het inladen van de auto's, hebben we nu ook echt een auto, dus dat is hartstikke leuk. Ik had wel iets meer snelheid verwacht van die 280 pk, maar goed, het is even niet anders. Het is ook de eerste auto die we hebben, dus zijn er nog meer.
Dus we gaan alles nog uittesten. Nou, vind je dit nou leuk om te kijken en te volgen? Vergeet dan niet eventjes te liken, want daar help je me natuurlijk heel erg mee. En vergeet niet op het belletje te klikken als je geen video's wilt missen. Nou, als je dat nou, als je daar allemaal mee bezig bent en je bent nieuw, vergeet dan niet eventjes te klikken op dat andere knopje en abonneer even. Dan ga ik je zoals altijd weer bedanken voor het kijken naar een van mijn video's. En dan hoop ik je natuurlijk gewoon weer te zien in een nieuwe. Tot dan, doei!